Ik ben Sophie, ik ben 19 jaar oud. Ik zit nu in HAVO 5 en ik woon in Babylonië-Broek. Ik heb eerst 3 jaar gekunstschaatst en op mijn 11e ben ik met golf begonnen. Toen ik 12 was, ben ik al in de Nederlandse selectie gekomen. En sindsdien is golf eigenlijk een groot deel van mijn leven gebleven. Wat mij bijzonder maakt als persoon is dat ik best wel fanatiek ben. Ik kan niet iets half doen, daardoor werk ik ook hard. Naast mijn golf en school heb ik ook wat bijbaantjes om mijn golf te bekostigen. En voor de rest sta ik wel positief in het leven. Wat mij als sporter bijzonder maakt is dat ik veel train. Ik ben niet snel moe tijdens wedstrijden. Ik ben altijd goed gefocust. Daardoor kan ik ook gewoon alles geven tot met de laatste hole. En dat onderscheidt mij van de rest. Wat ik in Amerika wil bereiken is mijn golfniveau naar wereldniveau brengen. Individueel wat wedstrijden winnen en het team versterken. Daarnaast zou ik graag de studie rechten willen doen voor een alternatief. Mijn levensdoelen zijn dat ik na mijn studie in Amerika Q-School speel voor de LPGA. Mocht dat niet lukken, ga ik terug naar Europa en probeer ik op de LED binnen te komen. En ja, mocht golf helemaal niks meer worden, dan zou ik graag kinderrechter willen worden. Wat ik kan toevoegen aan mijn toekomstige team is dat ik ze kan motiveren. Mijn uithoudingsvermogen is best wel goed, dus daardoor kan ik speelsters ook daarin meetrekken. Als jullie nog meer willen weten, kunnen jullie contact opnemen met Slamstocks en dan spreek ik jullie snel.